Nijmegenaren opgeroepen om de stad te fotograferen. Radboud UMC opent nieuw expertisecentrum. En stadslandbouw moet bekender worden. Dat Nijmegen fotogeniek is, weten we allemaal. Het beeld van de oude stad verandert natuurlijk door de jaren heen. Bezienershuis en Regionaal Archief Nijmegen hebben wel een idee hoe we de verandering van Nijmegen kunnen vastleggen. En daarvoor vragen ze komende zondag hulp van alle Nijmeegse inwoners. En als je hier nu rondkijkt, 2023, dan zie je hier al zoveel verandering. Nijmegen kent een lange geschiedenis die zijn sporen achter heeft gelaten. Daarnaast zien we veel nieuwe ontwikkelingen. De stad groeit. Samen met Regionaal Archief Nijmegen organiseert Bezienershuis komende zondag Collage van de Stad. En elke Nijmegenaar mag meedoen. Nou, waar het eigenlijk om gaat aankomende zondag is een foto maken vanuit je voordeur. En ik sta hier nou bij het Bezienershuis. En eigenlijk willen we een foto hebben waarbij je gewoon je telefoon horizontaal houdt. Klik foto. Het is heel simpel. En diezelfde foto, die sturen we op collagevandestad@gmail.com. En waarom de foto vanuit de voordeuropening gemaakt moet worden? En als je hier nu rondkijkt, 2023, dan zie je hier al zoveel verandering. Een bouwbrug die gebouwd is in 1936, maar nu, als je naar de overkant kijkt, al die bouwkranen, alles wat er op dit moment hier in Nijmegen gebeurt, in Lent en de afgelopen paar jaar natuurlijk, de vergroening van de Waalkade hier en kunstwerk De Waterwolf wat hier gekomen is. Dus het gaat ons niet alleen om die hele grote dingen die veranderen, maar ook juist de hele kleine aanpassingen die je over een jaar denk je, oh ja, zo was dat. Dat willen we eigenlijk laten zien. En dat, daar hebben we eigenlijk heel Nijmegen en iedereen in de stad voor nodig. Van Dukenburg tot Posweg, tot Nijmegen Noord, tot Kwakkenberg. Overal vandaan iedereen foto's maken, zodat we zo'n compleet mogelijk beeld eigenlijk van de stad krijgen. En ook om de gewone stad eigenlijk, gewoon de stad van mensen uit Nijmegen. Het is alweer de vierde editie van de jaarlijkse Collage van de Stad. Voorgaande jaren deden honderden mensen mee, waardoor er een completer beeld van de veranderingen ontstond. Kijk, hier zie je waar veel gebouwd wordt aan de haven, de Kaaisjouwerskade. En dat is waar het oude Gelderlander gebouw stond. En dan zie je een paar foto's van de Kaaisjouwerskade. Dit is een hele oude foto aan het begin van de vorige eeuw, 1910, van die haven. Nou, hier zie je een foto van de Kaaisjouwerskade 2020. Eén flat staat er al, maar die hoogbouw die er nu is, ja, die is daar is nog niks van te vinden. Ja, hier zie je de straat in 2021, gewoon een heel gewoon uitzicht. En in één keer zie je weer extra zonnepanelen verschijnen aan de overkant. En natuurlijk, dat is ook weer zoiets, echt zo'n fenomeen van deze tijd. Hè. Overal de zonnepanelen die op de daken verschijnen. Hoewel de foto nu niet bijzonder lijkt, is het later een interessant stukje geschiedenis. Je foto kan mogelijk onderdeel worden van het gemeentelijk Stadsarchief Nijmegen. Daarnaast wordt er werk van fotograaf Karsten Rus uitgeloot en uitgereikt. Ik zou zeggen, doe mee. Dit is je kans. Het aantal eenzijdige ongevallen met fietsers neemt de laatste tijd flink toe. Meestal zonder helm, met in veel gevallen hersenletsel tot gevolg. In Nijmegen is een nieuw expertisecentrum geopend waar onder meer kinderen met hersentrauma's worden geholpen. Voor de kinderen specifiek zien we gewoon heel veel hersenletsel. Dat is helaas nog altijd doodsoorzaak nummer 1 bij kinderen, verkeersongevallen. Maar ook in huis een val van een trap bijvoorbeeld. En hier in het kindertraumacentrum van het Amalia proberen we dat in de volledige breedte aan te pakken. Het ziekenhuis kijkt hier verder dan het trauma en de wonden alleen. Het kind is veel meer dan alleen het letsel wat het natuurlijk heeft. Maar het wordt gegrepen uit een gezin. Het wordt weggehaald bij school. Er is vaak veel angst, soms zelfs PTSS. Er is ook helaas nog altijd sprake van kindermishandeling. Dat zijn allemaal dingen waar we hier als kindertraumacentrum aandacht voor hebben. Dus wat wilt u voorkomen? Blijvend letsel. Zowel psychisch als lichamelijk. Het expertisecentrum opent haar deuren op de dag van de fietshelm. Want die kan soms ook het verschil maken. Als je eenmaal op je hoofd helaas ongelukkig valt, dan kan dat een hersenbloeding betekenen. Maar ook een schaafwondje op je voorhoofd. En dat laatste zien we vaker met een fietshelm op. En een bloeding bijvoorbeeld minder. Ja, ik draag geen fietshelm op de fiets, nee. Ja, het is misschien ook een beetje groepsdruk, want je wil niet ook de enige zijn die het alsnog doet, maar... Ga je het doen? Zeker als het talig verplicht wordt, dan ga ik er wel echt zeker in dragen.
Ja, dan kijken we weer even naar de sociale media. Na Overbetuwe zoekt ook de gemeente Beuningen inmiddels naar een nieuwe kinderburgemeester. Het schooljaar van Siem zit er bijna op en daarom doet hij inmiddels een video op Instagram een oproep naar een opvolger. En die opvolger moet volgend jaar in groep 7 of 8 zitten en woonachtig zijn in Beuningen, Weurt, Winssen of Ewijk. Aanmelden kan nog tot en met 15 mei. De gemeente Druten laat weten dat de gemeenteraad gisteravond heeft ingestemd met het plan van aanpak voor de integrale aanpak in Puiflijk. Dat betekent dat de gemeente een plan gaat uitwerken om het wonen in Puiflijk toekomstbestendig te maken. Ja, en de gemeente Wijchen plaatst een foto van burgemeester Renske Helmer die met verhuisdozen in de weer is. Vandaag verhuist de nieuwe burgemeester namelijk naar Wijchen, waar ze onlangs in deze functie is geïnstalleerd. Ze laat ook meteen weten dat de keuze voor het burgemeesterschap in Wijchen een duik in een warm bad blijkt te zijn. De gemeente Nijmegen wil de stadslandbouw bekender maken in de stad. De gemeente wil inwoners daarom enthousiast maken voor deze vorm van landbouw. Bij het voedselproject Van Tuin tot Bord weten ze hier wel raad mee. Buurtbewoners verbouwen samen hun groenten en wekelijks koken ze hier een heerlijke buurtmaaltijd. Ja, Van Tuin tot Bord is als initiatief gestart voor en door bewoners. Wij willen graag de mensen met elkaar verbinden, dus dat mensen elkaar kunnen ontmoeten. En dat doen we allereerst ook door onze buurtrestaurants, dat mensen, iedereen die het wil, kan gezellig aanschuiven. En daarnaast ook, zijn er ook heel veel mensen die graag iets willen doen in hun eigen wijk. Nou, dat kunnen ze bij ons in de moestuin, maar ook in de kookgroep. Dus ze kunnen bij ons koken, buurtbewoners, mensen kunnen meedoen. En wij doen dit dat mensen, nieuwe mensen in hun eigen wijk kunnen leren kennen. Dat er meer verbinding ontstaat. Aan tafel ontmoeten mensen vaak ook buurtbewoners die ze normaal nooit tegenkomen. En er ontstaan zelfs vriendschappen. Nou, niet dat dat ons doel is, maar het is natuurlijk wel heel mooi. Al dat eten bereiden ze zelf, maar ook de groente wordt zelf gekweekt. Nou, we staan hier bij de buurtmoestuin in de Gildekamp, achter de broederij. Dit is een van onze buurtmoestuinen, van Tuin tot Bord. En iedere donderdagochtend komen hier een groep van buurtbewoners bij elkaar om de groenten te verbouwen. En we hebben daar ook een begeleiding bij vanuit Van Tuin tot Bord. En de groenten die de buurtbewoners hier verbouwen, die worden 's avonds verwerkt bij het eten in het buurtrestaurant. En daar kan de buurt gezellig aanschuiven. Ja, dus elke week is er een ander concept. Dus we maken elke week iets anders. Er zijn genoeg vrijwilligers die mee willen doen. En ze hebben allemaal hun eigen reden om hier iedere week te komen. Gewoon om ook mensen te leren kennen en om dingen te leren maken. Andere receptjes en zo. Ja, met mensen omgaan en mensen leren kennen. En we kunnen alle ons verhaal delen of zo. Of van alles doen. En de gasten, die genieten iedere week van de maaltijd. Ja, heel gezellig en altijd heel goed verzorgd. Ik kom hier gewoon voor de gezelligheid. Maar jullie komen hier vaker, zei je al. Wat maakt het dat jullie hier terugkomen? Het praten, het gezellige onder elkaar. Het zijn mensen die je kent. En dan sport. Ja, na de deceptie van afgelopen zondag, de 1-4 nederlaag tegen Vitesse, moet NEC weer aan de bak. Zaterdag wacht de uitwedstrijd tegen FC Groningen namelijk. Voor Groningen een van de laatste kansen om niet te degraderen. En voor NEC een van de laatste kansen om nog mee te doen voor een play-off plek. Wisten ze deze week zich te herpakken? Nou, dat duurde wel een aantal dagen. Ja? Kijk, vandaag zijn we gewoon bezig met de wedstrijd van morgen natuurlijk. En dan heb je die wedstrijd van zondag achtergelaten. Maar dit duurt wel even wat langer dan normaal. Hoe hebben jullie de klap van afgelopen zondag verwerkt, Rogier? Dat was wel even een pittige, moet ik zeggen. Daar hadden we wel even iets langer voor nodig dan normaal. Maar uiteindelijk hebben we maandag gewoon getraind. En was er een enorme teleurstelling. En dan heb je het met elkaar erover, zoals groep als individueel. En dan uiteindelijk moet je weer verder. Ga je nog met mensen apart zetten die het misschien moeilijker hebben dan normaal? Of was dat niet het geval? We doen het altijd op dezelfde manier, dus ook naar deze wedstrijd. En uiteindelijk spreek je met mensen individueel en als team. En van daaruit ga je weer verder naar de volgende wedstrijd. Ja, absoluut. Maar dat waren de laatste twee ook. Ja? Dus, we staan 3 punten achter. We hebben niet een eigen hand. Maar zoals ik zei, woensdag werden we een beetje geholpen, anders was RKC op 6 punten. Maar ik kan zeggen, de stand is zoals die is. Hè. Hun staan op +3 en wij op 0, zo is het eigenlijk. En je hebt nog 5 wedstrijden, dus dat is geen uitgemaakte zaak.
Maar het kan nog een heel leuk seizoen worden, maar dan moeten we wel anders iets meer gaan brengen dan zondag. Dat lijkt me heel duidelijk. Ja, en dan het weer. Vandaag overdag viel het weer nog eigenlijk best wel mee. Het bleef lang droog. Af en toe ook nog wat zonneschijn en de temperatuur zo'n 14, 15 graden. Nou, vanavond en vannacht krijgen we wel met een aantal pittige buien te maken. En dat weerbeeld zal de rest van het weekend ook overheersen. In de nieuwe week wordt het ook niet veel beter. Het wordt aanzienlijk kouder met temperaturen die net iets boven de 10 graden liggen. Vanaf Koningsdag gaat het pas weer iets de goede kant op. Het belooft dan wel vrijwel een droge dag te worden bij 15 graden. Ja, en dit was het RN7 regionieuws van vandaag. Voor het meest actuele nieuws kun je altijd terecht op onze website rn7.nl. Alle reportages zijn terug te vinden op ons YouTube-kanaal RN7 Online. Nu op RN7 kun je bekijken naar een nieuwe NEC-update en aansluiten natuurlijk weer nu in de bios. En wij zijn dan maandag weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan en een heel fijn weekend.